De gevangenis is blijkbaar een plek waar je eenvoudig opdracht kan geven tot het plegen van een aanslag. Want terwijl hij vastzat, heeft crimineel Ilias K. volgens justitie met gesmokkelde telefoons een soort uitzendbureau voor de onderwereld aangestuurd. En dat uitzendbureau dat is volgens justitie verantwoordelijk voor de aanslag op het Telegraafgebouw. Misdaadverslaggever Mick van Weli. Ja, toen ik dit las, de primeur in de Telegraaf vandaag, toen dacht ik, ze eigenlijk ongekend. Ja, de, dat dachten wij ook. Uh, ik heb de stukken gelezen van het onderzoek 26 Weling en dan komt daar uh, op een gegeven moment naar voren dat dat kopstuk, Ilias K. die van drie liquidaties wordt verdacht en al geruimd tijd vastzit, probleemloos uh, kon communiceren vanuit de gevangenis met telefoons. Hij deed dat met de gevangenistelefoon en met naar binnen gesmokkelde telefoons. En het ergste is, het zijn telefoons die gewoon over de gevangenismuur ja. werden gegooid. Dus de, de eenvoud is echt uh, schrikbarend. Ja, maar er is in, uh, onlangs eigenlijk nog ook ophef geweest. Dan ja. heb ik hier ook nog een verhaal. Met John van der Heuvel was dat gebracht. Ja. Justitieel complexaans, dat was dat volgens mij. Ja. Telefoons naar binnen. Nou, minister Grappenhaus zat er bovenop. Het mocht allemaal niet meer gebeuren. Er gebeurt helemaal niks. Want uh, eerder had Benno Hoef, een ander kopstuk van de mokro die, uh, die had ook telefoons in zijn cel. Hè. Die, die plande een soort ontsnapping vanuit de gevangenis... Uh, in, in het zuiden van het land. Er is helemaal niets geleerd. Ik, ik vind dit eigenlijk nog schokkender... He, dat, dat een man die van zoveel, die echt een soort moordmakelaar is en, en echt zo'n kopstuk is, gewoon probleemloos kan communiceren met de, de mannen die als een soort leiders van het uitzendwerel ja. van de onderwereld worden gezien. En toch, Mick, nog even voor de helderheid, het is dus echt zo. Weten we welke gevangenis het is, of, of wordt het nee, bekendgemaakt? Nee, maar hij heeft in verschillende PI's gezeten. Er was ook een aantal malen dreiging tegen hem. Dus welke het nou uh, ja. was, dat weet ik niet. De Nieuwe Gein is genoemd en ook Zaanstand. En beide gevangenissen is, is bekend. Of, sorry, Alfa aan de Rijn. Daarvan was bekend dat er dingen om, ja. uh, over de muur konden worden gegooid. En van Zaanstad was dat ook het geval. Ja, voor de kijker, PI. De Penitentiaire Indicatie, oftewel de baas. is. Maar, maar het is dus inderdaad echt zo, ik, ik probeer het inzichtelijk te krijgen... dat er dus mensen gewoon buiten die gevangenis lopen... die gooien die telefoons over de schutting. Ja. Er staat iemand die dat opvangt en die kan ermee aan de slag ja. en een opdracht het geven. Het gebeurt in tennisballetjes, hele kleine telefoons. Uh, telefoons worden ook met bewakers naar binnen gesmokkeld... Uh, met horecapersoneel, uh, van alles en nog wat... Maar het gemak, hè, als je die afgeluisterde berichten ook ziet, waarmee er gewoon meerdere smartphones worden besteld. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk uh, heel bizar. Ja. En, en dat is ook. Wij hadden toevallig een, een recherchechef geïnterviewd vorig jaar met uh, mijn collega John. En die zei dat, dat hij zich grote zorgen maakte over dat die criminelen uh, zo makkelijk kunnen beschikken over die telefoons. Ja. En hij wou toch niet zeggen over welke zaak het ging. En misschien was dat wel naar aanleiding van deze zaak, want hij was echt boos. en zei ja, wat kunnen wij? We zetten ze vast en vervolgens gaan ze verder met hun zaakjes. Nou, nou, nou ja, precies. Want, want als het gaat om die eerdere beelden bij het justitieel complex in Zaanstad. dan ging het over uh, feestjes, misschien met wat ja. marihuana, wat alcohol. Hier zien we die beelden. Hè? Dan denk je nog van: nou ja, dit is onwenselijk. Uh, maar goed, op het moment dat, dat een Ilias K. Uh, met die telefoons in aanraking komt, echt een grote jongen. Ja. Dan wordt het natuurlijk nog, nog eens wat andere. Dingen. Nee, dat is ook, kijk, en het, uh, wat kunnen ze doen? Ze kunnen gewoon hun, hun zaken voortzetten. Hè? Dus, dus de drugshandel. Uh, ze kunnen opdracht geven voor liquidaties, uh, aanslagen, uh, bedreigingen. Getuigen kunnen ze beïnvloeden. Uh, ze kunnen van alles doen vanuit de bias. En dat mag echt natuurlijk niet. Dat, dat wil je nee. niet. Dus dat is gewoon het, het, het gevaarlijke. Ja, en de IDSK voor de duidelijkheid: drie liquidaties. Uh, die zou dan dat. dat... Ja, uitzendbureau voor de onderwereld, eigenlijk hebben aangescheerd. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Ja, in het dossier uh, wordt, wordt het uitzendbureau omschreven als een soort facilitators van de onderwereld. Uh, criminelen die auto's stalen en die parkeerden en die werden dan gebruikt voor zware misdrijven. Ja. Nou, een van die misdrijven is bijvoorbeeld de moord op het 17-jarige man met Bouchiki in dat buurthuis in Amsterdam begin ja. het vorig jaar. Had helemaal niets te maken met de criminelen, met de onderwereld. Een andere was een aanslag op uh, de Enetcom, de baas van het PGP-telefoniebedrijf in Nijmegen. Mm -hmm. Geplande aanslag. Dus echt, uh, echt grote zaken. En de leiders van die club die stonden dan in contact met deze Ilias K. En uh, nou, die vertelden onder meer wat er moest gedaan worden, maar ook werden er uh, ja, uh, zaken geëvalueerd. Dus ja. er, volgens justitie werd er dan teruggekomen op iets wat was uitgevoerd. Ja, en, en dat gebeurde dan in een soort cryptische taal? Dat gebeurt in, in een vrij cryptische taal. Ja. Ze gebruiken heel veel omschrijvingen. Allerlei, uh, uh, al die verdachten hebben ook allemaal bijnamen. Garnaal, dikke, dunne. En, uh, ja, je moet wacht... erom lachen, maar het yo, is natuurlijk totaal niet grappig. Ja. Ja, en wachies dat... is dan een ja. auto en vlammen is in de fik steken. En... Want je, je zegt het nu zelf. Wat is dan de link met, met die aanslag op het Telegraafgebouw? Nou, het is zo dat uh, er liepen twee onderzoeken. 26 Weling en 13 Puurs. 26 Weling is het onderzoek naar facilitators van de onderwereld. Het, wat wij mm -hmm. noemen een uitzendbureau. En 13 puurs is het onderzoek naar puur de aanslag. Nou, en er zijn een aantal verdachten die zitten, zo zitten in beide onderzoeken. Dus die zijn zowel de facilitators als de uitvoerders van de aanslag. Uh, en deze twee personen die hadden dus contact. Dus die in beide onderzoeken ja. voorkomen, die hadden dus contact met de Ilias K. Ja, dat wordt nu allemaal verder, uh, verder uitgezocht. Over die Ilias K overigens, uh, die heeft dan weer connecties, om het nog één stapje ingewikkelder, maar wel belangrijk om te vermelden, te maken met misschien wel de meest gezochte crimineel van dit moment. Met Redouan Taghi. Ja. En uh, het OM had al eerder gezegd dat ze sterk het vermoeden hebben dat Rido Taghi achter die aanslag zit. Die zien we hier. En uh, hier zien we Taghi. En dat was kort na een, een onthullende publicatie in de Telegraaf, waarin we vertelden wie die Tachi was en vooral hoe de, hoe de jacht op hem plaatsvindt. Nou, kort daarna kwam de aanslag. En uh, wat je hier ziet, dat staat ook in het onderzoeksdossier 26 weling, is dat, uh, dat de Ilias K wordt echt gezien als een heel nauw contact ja. van Tachi. Dus eigenlijk is het, is het idee wat het OM heeft: is je hebt Tachi. Die heeft een soort moordmakelaar of een, een, een chef onder hem, en ja. dat is die uh, Idiaska. En die Idiaska stuurt vervolgens ja. troep aan in het veld. En nu nou hoor ik jou dit allemaal zeggen. En nou zijn er uh, veel verhalen over bedreigingen. Dan gaat het niet alleen natuurlijk om journalisten, maar ook om mensen in het criminele milieu. Dit is heel beangstigend natuurlijk. Als je aan de ene kant dit wil bestrijden, maar tegelijkertijd lopen al die lijnen. die, die lopen gewoon. En dat, en dat klopt. het bijna onder je ogen plaats, bij wijze ja. Te spreken. Ja, nou, dat is ook wel het aardige van dit onderzoek. Het is eigenlijk een soort dwars in de criminele wereld. Want je ziet dus waar die auto's voor gebruikt zijn. En bijvoorbeeld ook voor de beschietingen van panden. We kennen de granaatoorlogen, hè, dat de granaten worden neergelegd voor panden. En panden worden beschoten, dat zie je hier ook. Dus je ziet hier eigenlijk een soort doorsnee, wat, wat deze club allemaal aan misdaden faciliteert. Ja. En dat is echt wel heel heftig. En ook vooral hoe goed geïnf geïnformeerd ze zijn. Ja. He, een van die uh, verdachten is bijvoorbeeld ook een taxichauffeur. Nou, als je taxichauffeur bent, hoor je natuurlijk van alles. Je zou maar als. Agent of als officier van justitie bij zo'n taxi instappen. en vervolgens zit je bij een van de grootste mokroboeven in de auto. Maar als ik het heb over. over uh, of als jij het hebt over tennisballen, over de schutting. allerlei lijnen die er lopen. Heeft justitie wel. Uh, hebben ze grip op, 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 op deze zaken? Ik denk totaal niet. Uh, het goede nieuws is dat er heel veel uh, verdachten worden opgepakt. En uh, ik denk dat er ook heel veel levenslang uh, voordelen nog, nog aankomen. Dus uh, ja, kopstukken zitten vast, een groot deel. en uitvoerders ook. Alleen uh, op het moment dat je de gevangenis niet zo goed kunt controleren en ze kunnen doen en laten wat ze willen, is dat heel erg gevaarlijk. Want ze gaan gewoon door. En uh, dat is, dat is, ja. dat is ge geen uh, goede ontwikkeling. Nou, dit zal ongetwijfeld ook politiek dan uh, gevolgen krijgen. Ja, ik politiek. mag hopen dat naar aanleiding van, van deze zaak nu ook echt een keer wordt doorgepakt. En want we krijgen nog steeds controleren. controleren. We krijgen nog, steeds, nog wekelijks mails van verontruste bewaarders. Die vertellen hoe makkelijk het is om dingen telefoons naar binnen te smokkelen. Ja. Iedere controle levert telefoon op. Daar mag niet één telefoon opduiken in een gevangenis. Niet één. Nee, en, en wat, wat dus ja, het ligt misschien voor de hand, maar gewoon veel strenger controleren camera... veel strenger controleren. Ze onder... hebben gewoon geen capaciteit. Nee. He, het, het, het gevangeniswezen is failliet. Ze hebben geen, geen uh, tijd, geen geld, geen mensen om te controleren. En dan krijg je dit. Het is schrikbaar het om te horen. Uh, nog even voor de volledigheid: uh, het stond ook in de Telegraaf van vandaag. Uh, de reacties van advocaten, hè, als het ja. gaat over Ilias K. Wat wordt daar dan gezegd? Nou, bijvoorbeeld Guy Weske, die staat Ilias K. bij, die zegt dat het allemaal flinterdun is. Die, uh, hij zegt van ja, hij is officieel nog geen verdachte. Dat klopt. He, dat wil niet zeggen dat, hij, dat justitie hem niet ziet als opdrachtgever. Dat staat heel hard in het dossier. Het kan zijn dat hij later nog wordt gepakt. Hij zit natuurlijk nu vast, dus justitie heeft geen haast. Uh, de andere advocaten, uh, een van de advocaten van het kantoor Wening, die staat een van de facilitators bij, zegt van nou, we willen vooralsnog niet reageren. Uh, een andere, Vito Sjuwaka, die staat één uh, cliënt bij die inmiddels is vrijgelaten. Uh, die zegt dat zijn cliënt niks met alles te maken heeft, dus dat zijn geloofwekkende ja. reacties. Nou, het wordt uh, ongetwijfeld vervolgd, Mick. Zeker, wel. zeker.